Maar als je dat gaat nalezen, dat was een ramp hier. En dat weet volgens mij bijna helemaal niemand. In dit museum bevindt zich een depot met honderdduizenden voorwerpen, letterlijk. De komende maanden gaan we bij een aantal van die voorwerpen het verhaal vertellen. Dus ik zou zeggen, loop mee, dit is de eerste aflevering. Ooit van hagelslag gehoord? Ongetwijfeld. Ik ben benieuwd of je straks nog steeds hetzelfde beeld hebt bij dat woord. Loop mee, we gaan kijken. Het eerste voorwerp, aflevering 1, hagelslag. We staan bij het eerste voorwerp, Edwin. Ja. Welk jaar schrijven we nu? 1872. 1872. Ja. En we hebben het over onze streek, Enschede en omstreken. Ja, klopt. En 1872, ja, dat is een heel wonderlijk voorwerp wat we eigenlijk recent terugvonden in het depot. Ja, dat heb je dan, hè, met zo'n ontdekkingstocht. Je raakt gewoon dingen kwijt op zo'n plek. Ja. Ja, nou, je vond eigenlijk zo'n een doosje met rare dingen erin. En hagelstenen in was. Hagelstenen in was? Ja, hagelstenen in was stond er op. En dan vraag je af van, hoe maak je in hemelsnaam hagelstenen in was? Ik bedoel, dat smelt zo. Maar dan ook nog een keer 1872. Ja. Want het, ik vond die hagelstenen in was uit 1872 en een doosje uit 1917. In 1917 vonden we wel veel foto's van, maar verder geen van dat iets ernstig was geweest. Maar 1872, daar bleek een heel verhaal achter te zitten. En wat volgens mij heel onbekend is. Oké. Okay. Ja. Zal ik het even laten zien? Ja, precies, laat zien. Ik kaartje met een mooi handschrift. Hagelstenen. Afgietsel in was van hagelstenen van de hagelslag te Enschede. En dan op 18 mei 1872. Oké, dus van de hagelslag te Enschede. De hagelslag te Enschede. Ik wist niet dat dat woord daarvan. Ja, het is misschien heel logisch, maar dat woord daar komt dat vandaan. Dus hagelslag. Ja. Dat was een hagelbui. Ja, ja. Nou, ja. En als je dat gaat nazoeken. Waarom maak je daar nou, überhaupt los van de vraag van hoe maak je daar überhaupt afdrukken van, ja. In was van hagelstenen. Maar als je dat gaat nalezen, dat was een ramp hier. En dat weet volgens mij bijna helemaal niemand. Er is hier, in de streek is hier een hagelbui. Een hagelbui, dat heeft als kenmerk, dat is kort en krachtig. Mm-hmm. Een hagelbui is altijd, pats, boem, valt naar beneden. Ja. En een paar minuten later is het weer over. En die bui, die is hier heel lang blijven hangen in 1872. Okay. Als je de verslagen leest. En als je de verslagen leest, dan zie je dus dat er in de krant staat van dode dieren gevonden, hazen, vogels, allemaal dode dieren op het land. Die gewoon gestenigd door die hagelstenen. Ja. Maar wat nog belangrijkste was, hè, want het is 18 mei 1872, dat is het moment dat eigenlijk de gewassen eigenlijk al heel groot zijn. Ja. En eigenlijk is dat moment, je kan niet nog opnieuw zaaien. Nee, oké, want... Dus oogst mislukt? Ja, oogst mislukt. En als je de krantenberichten leest, dan heb je ook zie je ook dat bij al die fabrieken die er toen waren, dat de ramen door zijn gegaan door de hagel. En dat de textielmachines dat die kapot zijn gegaan, hè, dus de draden gebroken. Ja. En, ja. Dus het moet, en dus echt een langdurige, en dan over een hele grote, van de Achterhoek tot aan, ik heb hier een kaartje, tot aan Denenkamp. Echt mag ik een kaartje zien? Ja. Dus het is een kaartje dat is gemaakt waarop die hagelbui, of het verloop van die bui en waar die hagelslag heeft plaatsgevonden, zal ik maar zeggen, is ingetekend. Ja, en het grappige is ook nog wel dat dat kaartje dat is hoogstwaarschijnlijk getekend door Buys Ballot. Buys Ballot, de oprichter van de KNMI. Precies. Ja, dus het was echt wel een heel bijzonder fenomeen dat hij de moeite heeft genomen om helemaal in rood in te tekenen. Ja. Ja, en maar dit is vrij nauwkeurig ook. En er waren natuurlijk geen satellietbeelden in die tijd nog. Nee, dus nee. Hij moet in het veld zijn geweest. Hij moet waarnemingen gehad hebben. Van. Want er ligt een dode haas of zo. Ja, of daar is de oogst vernietigd. En, ja. Als je ook de krantenberichten van andere kranten, en de landelijke kranten, de Enschedese krant is nog niet gedigitaliseerd. De landelijke kranten staat ook overal berichten van per plaats, bij Eibergen, bij Borculo, bij Enschede. Ja, het is inderdaad van Borculo, van Ruurlo. Tot aan Denenkamp zo'n beetje, ook Marsen nog een klein veegje meegekregen. Ja. Dus dat hele stuk van Twente. Ja. En daar was de oogst vernietigd en het was te laat in het seizoen om nog
opnieuw aan te planten. Dus een natuurramp, een oogstramp. Tegenwoordig zouden ze subsidie krijgen natuurlijk om dat de oogst vernietigd is, dat ze dat vergoeding krijgen. Ja, dat was in die tijd natuurlijk niet. Hey, en gebruik je dit ook in tentoonstellingen, zeg maar? Ik bedoel, met het verhaal erbij? Of is dit, het is natuurlijk heel veel spul dat gewoon bewaard wordt hier in het depot. Wij maken tentoonstellingen en dan kijken we welke spullen daarbij horen. Ja. En dit is, staat wel op de nominatie om ergens... dat het een plekje krijgt. Ja, en weet je al wat en wanneer? Of herfst of komende kerstvakantie of zo. Dus het is dan eigenlijk zo'n verrassingspakketje dat je dan ergens vindt in het depot, waarvan je afvraagt, wat is dat? Ja, hoe komt dat hier? En dan research. Dus, ik heb het ook geprobeerd te zoeken bij andere musea, want als museum kun je ook bij andere musea wel in de database kijken en zo. Nergens heb ik afritsels aangesteld. Nee, je moet ook wel op het idee komen. Ja. Dus de hagelslag van 1872. De hagelslag van 1872. Geweldig, dankjewel Edwin. Mooi.